Noorddammerweg is normaal een suffe straat in de Kwakel, waar eigenlijk niks gebeurt. Maar vanmorgen schrokken de bewoners op van een schietpartij. Politie die moest ingrijpen toen een Poolse tuinbouwmedewerker met een mes zwaaiend op ze afkwam. Het ging compleet mis en de man werd doodgeschoten. Ik zag allemaal linten en politiewagens en een heel gebeuren voor mijn brug eigenlijk. Toen ben ik erheen gelopen. Toen hoorde ik dat er een Polengevecht geweest is, want er wonen hier vlakbij Polen. En die waren het vechten geweest en toen was er zo'n Pool op die politie afgegaan met een mes. En toen heeft de politie geschoten en toen is die Pool later aan zijn verwondingen overleden. Ze hebben allemaal kleine ruimtes en de armoe zitten ze maar een beetje te verdrinken. En dan krijg je natuurlijk toestanden, ruzies en weet ik het. Hè? Dus, ja.